nieuwe campus Porteum in Lelystad kampt nog steeds met problemen. Docenten maken zich zorgen over hun veiligheid. Zo kunnen ruimtes in de school niet afgesloten worden voor leerlingen, terwijl docenten dat wel willen. De gemeente Almere heeft vandaag de programmabegroting gepresenteerd. En goed nieuws, want eerder aangekondigde bezuinigingen op onder meer onderhoud in de stad en wijkbudgetten worden deels teruggedraaid. En Lelystad was gisteren het decor voor de nationale peenmanifestatie. Agrariërs uit binnen- en buitenland kwamen naar het evenement om alles te horen over nieuwe gewassen en innovaties van bestrijdingsmiddelen. Het is donderdag 7 oktober en dit is Flevoland. Goedenavond. Verschillende docenten die lesgeven op de nieuwe middelbare school Porteum in Lelystad maken zich zorgen over hun veiligheid in het gebouw. Het gaat bijvoorbeeld om ruimtes die niet worden afgesloten of niet afgesloten kunnen worden voor leerlingen, terwijl docenten dat wel willen. En verslaggever Koen Peters is weer even terug naar school. Die staat namelijk bij Porteum. Hoe ernstig is het eigenlijk, Koen, dat gevoel van onveiligheid bij de leraren? Ja, dat is in elk geval zo ernstig dat er meerdere docenten zijn die aan de bel hebben getrokken bij de onderwijsvakbond, de AOB. En in enkele gevallen heeft het er zelfs toe geleid dat docenten zich ziek gemeld hebben. Dus het zijn toch echt wel serieuze klachten waarmee docenten komen en niet zomaar één of twee losse opmerkingen. En dat gaat dan dus om het veiligheidsgevoel hier in dat gebouw, in die nieuwe schoolcampus. En met name zit het hem bij de VMBO-afdeling van de school, niet zozeer bij HAVO en VWO. En waardoor komt dat dan? Is dat omdat je van drie scholen teruggaat naar één school en dat je dus ook heel veel leerlingen op één plek hebt? Nou, waar ze bij de onderwijsvakbond op wijzen en wat de school ook zelf doet, dat is het feit dat het gebouw nog niet af was toen de lessen hier begonnen eind augustus. De leerlingen zijn hier al een week later naar school gegaan dan in de rest van de regio. Maar op het moment dat ze hier voor het eerst hun fiets parkeerden, toen werd er nog gewerkt aan het gebouw, aan de schoolpleinen rondom. En dat zorgt dan voor situaties als klaslokalen waar te weinig stoelen en tafels staan voor de groep die daar les moet krijgen. Of een docent die met zijn digitale toegangspasje waarmee het slot van elkaar geopend moet worden, dat niet voor elkaar krijgt. Nou ja, dat kan kwestie vervelend zijn als je het over dat soort zaken hebt, maar dat allemaal tezamen zorgt voor een hoop chaos, drukte en dat is de situatie waarin docenten dus aan hebben gegeven. Ja, ik voel me hier niet prettig bij. En dan kom je dus inderdaad bij zoiets uit als een schoolplein is nog niet open, daar kunnen kinderen zich niet naartoe, kunnen daar zich niet over verspreiden, dus blijven ze op bepaalde plekken hangen, klonteren ze samen, groepen. Ja, daar sta je dan als docent of conciërge bij. En dat zijn de zaken waar je aan moet denken. En is dat dan puur omdat er hier zoveel leerlingen, kleine 4000 bijeen zitten van die drie scholen? Ja, het kan ook te maken hebben met het feit dat zo'n eerste periode natuurlijk ook kwestie van wennen, om het zo maar te zeggen, is. Maar dat neemt niet weg dat dat dus zorgt voor situaties waarbij docenten zich onveilig voelen. En als je de school nou confronteert met die berichten, wat zeggen ze dan? Die erkennen het, die geven het echt wel ruiterlijk toe. Die draaien het niet omheen. Ze weten ook wel dat ze onder een vergrootglas liggen natuurlijk na deze verhuizing. En daar zeggen ze, het klopt, de eerste weken die waren chaotisch. Toen is er een hoop, zijn er dingen misgegaan. Maar we hebben al wel meteen maatregelen genomen om dat tegen te gaan. Dus ze zeggen, we werken eraan, we zijn ermee bezig. Sterker nog zeggen ze, wij hebben echt afgelopen week, twee weken echt niet meer is voorgekomen. Dat het zich concentreerde aan het begin. En niet om het te bagatelliseren, maar ik sprak de bestuurder en die vertelde ook het verhaal. Ik heb ook toch wel eens even geïnformeerd bij andere schoolbesturen van overkomt ons dit nou alleen? En hij zegt, daar hoor je toch ook wel het verhaal van dat het daar onrustig begon. Een natuurlijk andere situatie, andere categorie. Maar hij zegt, je moet ook in je achterhoofd houden. Het zijn heel veel leerlingen die vorig jaar heel vaak thuis hebben gezeten. Digitaal les moesten krijgen vanwege corona. En nu ga je weer naar school, een nieuwe school. Het is ook een soort van proces dat even moet landen, om het zo maar te zeggen. En bijvoorbeeld docenten die moeten ook nog doorkrijgen. Wie moet ik extra in de gaten houden? Wie is de druktemaker? Ja, dat is allemaal lastig in het begin. Dat zorgt dan voor de situatie zoals die hier in het begin was. En wat doet de school dan om de docenten wel weer dat veilige gevoel te geven? Er zijn bijvoorbeeld extra toezichthouders ingezet die in de gaten kunnen houden hoe het er in pauzes of in de ruimtes, de aulas aan toe gaat. Ook leerlingen een beetje kunnen verspreiden, naar andere plekken kunnen wijzen, aan kunnen spreken. Die schoolpleinen zijn geopend bij het VMBO-gedeelte die dat de eerste weken nog niet waren. Plus het gebouw, dat is toch inmiddels echt wel af.
Ja, en dat moet er dan voor zorgen dat dat onveilige, onprettige gevoel weggenomen wordt. Maar dat kan natuurlijk best nog wel even wat tijd kosten bij docenten die er last van hebben gehad. Dus dat moeten we gaan zien of dat inderdaad iets van de eerste paar weken blijft. Of dat het ook de komende periode zich nog voortzet. En dat er een groter probleem is. Ja, de tijd zal het leren dus. Koen Peters, dankjewel. De eerder aangekondigde bezuinigingen op onderhoud in de stad en wijkbudgetten in Almere worden deels teruggedraaid. De verhoging van de lokale belastingen is niet nodig. Er is geld beschikbaar voor de realisatie van het buitenzwembad en de gemeente is weer in staat om te gaan sparen. Dat valt allemaal te lezen in de programmabegroting 2022... die wethouder Julius Lindenberg zojuist heeft gepresenteerd. En verslaggever Hafid Akkaloush, die was erbij. Hafid, dit gaat natuurlijk miljoenen kosten, hè? Waar komt al dat geld opeens vandaan? Ja, inderdaad. En het heeft vooral te maken met extra geld dat de gemeente Almere vanuit Den Haag krijgt. Over de jeugdzorg krijgt Almere ruim 29 miljoen euro voor dit jaar en volgend jaar. Daarmee kunnen zij de tekorten eigenlijk wegwerken. Sterker nog, houden zij geld over. Daarnaast komt extra geld vanuit het gemeentefonds. Bijna 20 miljoen euro tot en met 2025. En het heeft te maken met het feit dat de Rijksoverheid extra geld uitgeeft. En wanneer dat gebeurt, krijgen alle gemeenten in Nederland ook extra geld. Dus dat geldt voor Almere ook. Daarnaast lijken de coronakosten mee te vallen. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 130 miljoen. Maar de gemeente verwacht dat al die kosten door Den Haag worden vergoed. Tot slot, het gaat goed, zegt het college, voor wat betreft de verkoop van bouwgrond. Alleen over het lopend jaar is de verwachting dat een winst wordt geboekt van 15 miljoen euro. En dat kan toegevoegd worden aan de begroting. Al met al grote meevallers. We gaan eerst luisteren naar een reactie van wethouder Julius Lindenberg. Ik ben er heel blij mee. Want ik sta voor gezonde gemeentefinanciën. En dat heeft de afgelopen jaren betekend dat we moesten bezuinigen. Maar ik ben er heel blij mee dat om de gemeentefinanciën nu gezond te houden, dat we dat nu niet hoeven te doen. Dat we de belastingen niet hoeven te verhogen. En dat we zelfs wat ruimte hebben om een aantal nieuwe dingen te doen. 6 maanden geleden zei u letterlijk tegen mij, de financiële positie van de gemeente is zorgelijk. Is dat niet meer het geval? Zorgelijk niet meer. Het gaat nu echt beter door de extra ruimte die er gekomen is. Maar ik waak er ook voor dat we te positief gaan zijn. Er zitten nog steeds grote risico's aan te komen. Dus we moeten voorzichtig omgaan met deze nieuwe financiële ruimte die er nu is. Ja, Hafid, wat wil het college van BMW met dat geld gaan doen? Ja, je hoort het net van de wethouder. Sowieso de lokale belastingen gaan niet omhoog. Verder worden sommige bezuinigingen teruggedraaid. Het gaat in eerste instantie om groot onderhoud in de stad. Eerder is een bezuiniging geboekt van 10 miljoen euro. Het college zegt nu dat vinden wij eigenlijk niet verstandig. We gaan dat terugdraaien voor de helft. Dat geldt ook voor wijkbudgetten. Structureel worden die bezuinigingen ook elk jaar met 3 ton teruggedraaid. En verder wordt geld gereserveerd voor het buitenzwembad. Al jaren wordt hierover gesproken. De gemeenteraad moet nog bepalen hoe groot het wordt. Wat gaat het allemaal kosten? Waar wordt het gebouwd? Maar het college zegt nu al, we gaan geld beschikbaar stellen voor dit project vanaf 2025. En het gaat om een bedrag van 6 ton elk jaar. Ja, dat is natuurlijk allemaal goed nieuws. Sterker nog, het college van BMW wil zelfs gaan sparen. Hoe zit dat? Ja, inderdaad, want met die spaarpot ging niet alles goed de afgelopen jaren. De gemeente had te maken met grote tekorten in de zorg met name. En had ook te maken met extra kosten voor de Floriade. En elke keer werd die spaarpot gebruikt. Nu, de stand van zaken, daar zit een bedrag van 44 miljoen euro. En het college zegt, omdat er sprake is van grote meevallers, we moeten meer sparen. Dus de bedoeling is dat ze een bedrag van 12 miljoen daarin gaan stoppen. Tegelijkertijd geeft het college een soort waarschuwing voor de toekomst, vooral vanaf 2023, want de kosten dan zijn nog niet helemaal helder. Het gaat over de risico's van Floriade, het gaat om toekomstige kosten voor de jeugdzorg, onderhoud, de bouw of onderhoud van scholen. En dus het college
college zegt. Dat laten we over eigenlijk aan nieuwe politici, nieuwe bestuurders. Want ja, volgend jaar zijn er verkiezingen. En dan is het aan hen om te bepalen welk beleid ze gaan voeren en hoe zij dat gaan financieren. Verslaggever Avita Kloes vanuit Almere, dankjewel hè. Ja, en ook andere colleges van gemeenten in de provincie hebben vandaag hun begroting gepresenteerd. Zo wil Zeewolde de toeristenbelasting en de onroerende zaakbelasting, de OZB, verder verhogen. De OZB is een belasting die betaald wordt over de waarde van een huis of bedrijfspand. De verhoging is nodig om het tekort op het sociaal domein te dichten. Verder is er, naast de gepresenteerde cijfers, nog een aantal onzekere factoren. Ja, er zijn nog wel een aantal zaken, noemen we net zelf datacenter, zeg maar als een bron van mogelijke inkomsten. Aan de andere kant zijn ook een aantal donkere wolken nog die boven ons hangen. Er zit bijvoorbeeld nog een herijking van het gemeentefonds aan te komen. Nou, die ziet er voor heel veel gemeenten niet positief uit, ook voor Zeewolde niet. Maar dat kunnen we nu nog niet inboeken. Ook daar moet nog besluitvorming over plaatsvinden. Dan Lelystad. Daar wil het college de hondenbelasting halveren. Dat staat in de ontwerpprogrammabegroting. Nu betalen baasjes nog €93 per jaar, wat de gemeente jaarlijks ruim 6 ton oplevert. Die inkomsten worden nu dus mogelijk gehalveerd als de gemeenteraad er in november mee instemt. Volgens wethouder Adam El-Sakalai ligt er een solide begroting. Verder wil het college evenementen ondersteunen, het ondernemersklimaat versterken en jongeren meer betrekken bij het beleid van de gemeente. Pianiste Wibi Suryadi heeft met een concert in Almere de Week van de Eenzaamheid afgesloten. Zo'n 40 ouderen woonden het optreden bij in de buurthuiskamer van het Leger des Heils. Via een livestream kon het evenement ook op andere locaties in Nederland worden gevolgd. Onwijs genoten. Ik vond het geweldig. Na de hele tijd weer onder de mensen, muziek. Ik vond het geweldig. Ik heb echt genoten. Is dat belangrijk, vindt u, zo'n Week van de Eenzaamheid? Ik vind het wel. Ik vind het wel. Daarom komen we hier elke morgen koffie drinken. Dat wij eruit zijn. Dan zit je toch maar binnen. En dan met deze tijd, en we waren lang blij dat, dat je 's morgens kon koffie drinken. Geweldig. Een beetje steun met elkaar. En in de moeilijke tijden komt dat mooi uit. Dus ik heb echt genoten. Amazone Alice Naber uit Biddinghuizen heeft afgezegd voor een van de grootste paardentopsportevenementen van Nederland, Military Buccalo. Naber heeft op dit moment geen paarden beschikbaar die het hoge niveau van deze grote internationale eventingwedstrijd aankunnen. Een man die zegt ook: stop je tijd maar in de kinderen weer en de jongere paarden. Kost natuurlijk veel tijd. En ik denk volgend jaar dat ik wel weer een kandidaat klaar heb en anders een jaar later. Vanaf 1991 kwam Naber tot nu toe 26 keer in actie tijdens de eventingwedstrijd in Overijssel. Agrariërs uit binnen- en buitenland kwamen gisteren naar het onderzoekscentrum van de Wageningen Universiteit in Lelystad voor de Nationale Peenmanifestatie. Daar werden ze bijgepraat over de laatste innovaties op het gebied van, je raadt het al, wortelteelt. Peen is eigenlijk de wortel, de oranje wortel, zoals we hem in de winkel zien liggen. We hebben heel verschillende type wortels, natuurlijk kleine worteltjes, grote wortels. Maar dit gaat echt om de winterwortel, de B-peen noemen wij dat. Dat is echt hier te zien deze dag. Tijdens de dag worden de bezoekers met een trekker meegenomen het proefveld in, waar verschillende bedrijven met hun stand staan. En deze dag is echt voor de akkerbouwers die peen telen, die kunnen hier wat leren. We hebben hier een heel aantal nieuwe rassen. Innoviteiten in de chemie en vooral de groene chemie. De middelen gaan er steeds meer uit, de chemische middelen. Dus we hebben hier een hele arsenaal aan biologische middelen. Drupirrigatie, water geven, noem maar op. Bij elke tent krijgen de boeren uitleg over een nieuw product dat kan bijdragen aan een betere teelt van de wortel. Zo staat Sander Bernaars bijvoorbeeld met uienolie op de peenmanifestatie. Ja, met uienolie maskeer je de geur van een wortel en daarmee voorkom je dat wortelvlieg schade doet in de wortel. Die vindt eigenlijk zijn gewas niet. Die denkt dit zijn uien, maar het zijn wortels. Een product wat eigenlijk helemaal nieuw is ontwikkeld. Dat is belangrijk voor de toekomst? Belangrijk, het is zonder chemie. Het is, je spuit niks op het gewas. Het is een natuurlijke, het is gewoon echt etherische olie van uien. Dus eigenlijk een heel simpel trucje. Iets wat je ook in de moestuin doet, hè, door uien en naast wortels te zaaien. Maar dan in het groot. Voor de ondernemers is het naast een ontmoeting met collega's en leveranciers ook een dag om kennis op te doen. Meneer, wat bent u precies? Ik ben agrariër, akkerbouwer.
teel wortels in Flevoland. Waarom is zo'n dag als vandaag belangrijk voor u? Ja, we willen toch proberen bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen. En je hoort altijd wel wat nieuwtjes, wat dingetjes. En ook bestaande dingen die je misschien nog weet, krijg je weer bevestigd. Dag meneer, ook wortelteler hier vandaag op de manifestatie. Waarom is dit een belangrijke dag voor u? Nou, je ziet weer wat er speelt in de wortelteelt. Wat voor wortels er zijn op de markt. En je spreekt collega's. Dus een interessante middag. Ja, en dit was Flevoland voor vandaag. Morgen om 1 uur is het weer tijd voor de vroegste Vrijmibo van Nederland. Te gast zijn twee oud-songfestival deelnemers, Justine Pelmelaai en Franklin Brown. Op tv, radio en internet allemaal te volgen. Fijne avond, graag tot morgen. Dag.